Hatsa! Wow! Yo mensen, ik ben Jeroen en ik daar vandaag gaan we weer verder met Puisje! Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Bioshock. Gaat met jou? Hartstikke goed? Mooi, komt mooi uit. Mij gaat ook goed, we gaan even naar Bioshock. En, God. Oh my god, ik moet die zonnebril afdoen, want ik zie geen hele vlekken met het ding op. Deze game heeft andere controls, dus het is een beetje gek. Een beetje gek, dus wat moesten we hier doen? Ik weet het gewoon serieus, legit niet meer. Dat was het toch? Dit puntje. Ah, hier. Goal. Kill Hector. Oh, wacht. Cone wants you to find Kill Hector Rodriguez. For this masterpiece. Rodriguez was a regular at Eve's Garden in possessions in Poseidon's Plaza. Poseidon's Plaza, onthoud. He was also or not so good to drink. Deggers was regular at East Garden in Poseidon's Plaza. Staat hier Poseidon's Plaza in het geval op East Garden? Hey, at East Garden. Hier moeten we dus naartoe. Even nu als dit dus zijn. Dus we zijn nu hier. En dan die trap op neem ik aan. Dan moet je daar uit. Dan loop je dat gaatje. Ik denk dat ik het wel weet. Ik loop dus die trap op. Hier door dit gangetje. Wow. Ik denk niet dat ik dat heel leuk vind. Zijn we nou goed? Oké. Okay. Bijna helemaal aan de andere kant van het ding. Dus die kant op. Hier ergens moet de gang zitten. Deze gang. Hey, Poseidon's Plaza. Wat doe ik? Oh, kut. Hop, in één keer. Search. Mooi, geloot. Alright. Ja, dan loop ik goed. Gangetje volgen. Vrij simpel. Vrij simpel, dit doe je zo. Zo, la la la, rechtdoor. Kijk eens naar links toe, hey. En dan rechtsachter is. Hier. East Garden. La 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 la. Hier moet hij zijn. Yo, kill. Alles kids. Achter de rits. Ah, wow. Scary shit, man. Wow. Daar hebben we iets. Oké, okay, we hebben lekker veel geld, hé. We gaan hem hacken. We gaan hem hacken, start. Goed, dit is dus een omdraai ding. Kijk. Nou hebben we al een stukje safer. Safer, veiliger bedoel ik. Alright. Die daarheen. Dan moeten we dus nu zoveel mogelijk recht vooruit hebben. Dus als we nou één dingetje hebben die recht vooruit gaat, komt dat heel mooi uit. Deze. Ja. Oké. Okay. Wat zit erin? Wat zit erin? Geld, first aid kit en... Wat ik wil. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ik leid hiervan af dat hier iets niet goed gaat. Ik hoop eigenlijk dat het keertje dat het raam hier kapot gaat. Corpse. Of is het gewoon een hoerenkamer of zo? How about some fucking service around here? Who does he think he is? Oh! Jij moet dood, jij moet dood. Ja, yeah, maar zijn gasten moet hebben. Yes! Get the photo before it completely dries out. Hoppakee. Prachtfoto. Hoppakee, nice, hebben we hem.
Maar is dit de laatste? Dus ik ben benieuwd wat we nu mogen gaan doen. Ik ben echt benieuwd hoe dit spel gaat. Ik vraag me heel erg af hoe lang het spel nog duurt. Aan de ene kant weet je, het is een tof spel, dat zeker weet, alleen... ja, weet je wat het is? De andere spellen op mijn kanaal vind ik leuker. En welk kanaal is het? Hey. Prachtig. Dus ik wil eigenlijk deze stoppen aan een andere spel. Let me see it. God, zo fabuleus, man. Ik wil even kijken, gaan schieten nu. My God, ik moet me inhouden om niet om te gaan schieten. It's beautiful. Ja, hè? Vind je het mooi? Dat is mooi. You'll find your path to Ryan is now clear. Yay. Sanders said hello. Oh, yes. You may avail yourself upon one of my lesser works as a token of our time together. If you had become my one and true disciple, you might have been worthy of seeing inside the box of my most private news. But who knows if that man is yet even born. Now, go. Whoa. I've been trying to raise you for a dog's age. Never mind. Would you kindly leg it over to the sphere and get on down to Hephaestus? It's time to settle up with Ryan. Yes. Go. Het klinkt eruit alsof we naar het einde gaan. Het klinkt er echt uit alsof we naar het einde van de game toe gaan. Hier naar rechts. Zo. Oh, game loopt vast. En we gaan weer verder. Hier naartoe. Deze kan heel veel kanten op, hè. Nu is de vraag, waar gaan we naartoe? Ik ga me toch niet vertellen dat we al die verdiepingen moeten opzoeken. Om te kijken welke die zit. Ja, of hij zit om een van deze lege verdiepingen. Dat we gewoon deze gaan. Dan kunnen we die vrij spelen. Dan kunnen we die vrij spelen. En dan zit hij op deze. Zoiets kan ook. Ik wil eigenlijk die Ryan keihard kapot knallen. Stiekem dat ik deze game wel tof vind, maar niet geweldig. En ik wil nu gewoon even super tof games spelen. Dat ik echt even dek door kan knallen. Daar heb ik zin in. Pokémon wil ik even... Weet je, als deze serie afloopt, doe ik Pokémon 3 keer in de week, gok ik. Die moet ik ook even doorknallen. Goed, dan zijn we hier. Wacht. No goal. Alright, Watch yourself. Ryan's stirring. We best keep to our knitting. It's time to either run the table or go home empty. Ryan's got the genetic key to Rapture. We get that from him and we get out of this hellhole. We don't, then you and I are ghosts. Now would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Oh! Alright. Is dit het einde van de game? Op! Oh! 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 Aan de kant! Oh, Steph, Steph! Oké. Okay. Ik stop, hè? Ah, wat prachtig. Een headlarsje, nice. Ah, het is zo eng. Cool. Alright. Sfeertje opbouwen, ik merk hoe het gaat. Wow! It's a regular convention of worms in here. They all had mothers. Seldom they got married. Their wives. What makes you think you're any different? I haven't
chosen the spot for you on the wall yet. Let me know if you have a preference. I had to go jungle style with that filthy ape for 3 weeks, but he finally spilled the beans on how to get to Andrew Ryan. Generate a sympathetic overload in harmonic chord number 3. That simple. Now all I gotta do is figure out what the hell a sympathetic overload is, and for that matter, a harmonic chord number 3. Piece of cake for an electrical engineer. Too bad I designed ladies' shoes. Gonna go see the grease monkeys left alive in heat loss monitoring. See what I can shake out of their trees. I like all parasites who ever tried to walk in stone shoes. I'd explain the science that renders what you're trying to do impossible, but that would be like playing Mozart for a cheap role. Oh, er zijn trouwens veel te veel mensen. Oh, kut, out of ammo. Nooit stilstaan trouwens. Oh, bam. Nou, ze komt op die rocket launcher. Ongeveer richting... Bam. Kijk, ik ga dood, ik ga F. Bam! Rapture is coming back to life. Even now, can't you hear the breath returning to her lungs? The shops reopening, the schools humming the thoughts of young life. Bam! Ik vind het gewoon echt eng worden. Alright. Hoor je bij mij? Oh, sterf! Hallo? Yo, doei! Wat? Nee, moet ik je helpen. Godzomer. Hop, sterven. Hop. Oh, wow. Wow, wow. Sterven, jij malle man. Hop, hop, bij de... Ik ben bijna dood! Ik ben helemaal niet bijna dood. Oh, ik kan jou helpen. Je gaat een beetje op mij schieten. Ah. Hop, sterf jij. Goed, nu, rescue. No! No! No, no, no! Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alright, gaan we weer verder. Yo, ik ben hier weg. Dit gaat zo'n probleem worden. Uiteindelijk stort het hele boel hierin. Alright, here we go. Ja, ik wist het. Ik zie niks. Jumpscare. Kijk. Fuck jullie allemaal.
jullie allemaal. Die is dood. Doei. Kut, ik moet eerst vermoorden. Brand dood. Brand dood. Vuur moet je met vuur bestrijden. Ik heb geen ammo meer. Ja, la la la. Oh, ze zijn dood. Bommachine. Alright. Oh. Hoi. Jij bent dood. Ik niet meer. Goed, ik ben benieuwd waar we hier naartoe... Oh. Wapen, nice. Ik ben benieuwd waar we nu naartoe gaan. We gaan het zien de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, geef wel geen... Blauw, dat mag ik schrijven. Hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu. Later.